Directeur Cleopatra Jesruun van Volksgezondheid heeft gisteren tijdens de COVID-19-update haar zorgen kenbaar gemaakt over de lakse houding van sommige burgers als het gaat om de voorzorgsmaatregelen die in acht moeten worden genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Jesruun legt uit dat indien er sprake zou zijn van een lokale transmissie, bijkans 700 mensen kunnen overlijden. Deze meer dan 25.000 zullen er ongeveer 4.000 mensen opgenomen worden als we kijken naar de percentages die wereldwijd gangbaar zijn. En van die 4.000 zullen ongeveer 1.300 belanden op de intensive care unit, waarvan ongeveer 700 dood zullen gaan. Wij hebben hier geen capaciteit voor. We willen wederom benadrukken, hou afstand, goede hygiëne en hou alle maatregelen in acht. Let wel, bij deze berekening, het is een grove berekening op dit moment, bij deze berekening is met de factor partial lockdown, gaat dat ongeveer al met 40% omlaag. Met social distancing en met de hygiëne en de maatregelen daaromheen dropt het nog meer. Wereldwijd zijn er ruim 1 miljoen geïnfecteerde gevallen. Er zijn tot nu toe ruim 60.000 mensen overleden. Alleen al in Italië zijn er ruim 15.000 doden. Die situatie hoeft zich niet voor te doen in Suriname, indien een ieder zich houdt aan de voorzorgsmaatregelen en de hygiëneprotocollen. Ook is intussen bekend geworden dat COVID-19 nieuwe symptomen kent, als vermoeidheid, kriebels in de keel, smaak en of reukverlies. Dit zijn nieuwe symptomen die zijn toegevoegd aan de eerdere: koorts, hoesten en niezen.